Ik heb hem al bij me, de aangifte. Die heb ik al gekregen. Ja, nog heb ik er twee staan. Eentje van een paar jaar terug. Gaat ook niet weg. Dat was toen tegen Hugo de Jongen en de rest. Maar nou, ja, heb ik er weer eentje, hè? Ja, ik heb er weer een. Vanwege mijn deurbel. Ja, ze moeten met hun tengels overal van afblijven wat niet van hun is. Want je vernielt wel iets wat van een ander is. Ja, en of het nog goedkoop is of duur is, maakt twee keer niks uit. Blijf er van af. En je kunt het ook bij een minder gedeelde doen, weet je. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, de 19e van de 2e 2024. En we leven om 10 uur 33. Ik ga zo even lekker met de hondjes lopen. En als ik dan weer terugkom, dan zal ik kijken hoe laat het dan is. En dan kijk ik of ik kan zie om even naar de FOMA toe te gaan om nat voor te halen voor Gandalf. En ja, vanmiddag moet ik ook naar het politiebureau om aangifte te doen van vernieling. Het is wel weer goed gekomen, maar toch. Ze hebben wel van je tengel, met hun tengels van jouw spullen af te blijven. En dat is om 14.30 uur moet ik daar wezen. Ja, dus het komt helemaal goed. Ja, ik moet even mijn lippen hiermee doen. Ik heb geen lippenstift op, want ik voel velletjes. Dan moet ik geen lippenstift op, maar die. Ja, dus dat gaan we zo meteen even doen. Nou, en natuurlijk komt Willy. Uiteraard komt die ook, want het is daar maandag voor. Ja, hè? Ja nou? Ja. Ja nou? Komt Willy vanmiddag? Ja? Ja? Oude zeur, jij blijft lekker daar, want ik moet weg. De meisjes uitlaten. Gandalf die zit achter de deur. Miauw, miauw. Ja, kan er niks aan doen, maar ik moet er vandoor. Ja, dus we gaan er gewoon van genieten. En ik ben weer wat wijzer geworden. Ja, ik heb vanochtend weer heel wat bijgeleerd. Piramides, hoe die zijn ontstaan, hoe die gebouwd zijn. Zou je misschien denken, steentje voor steentje, we zitten het op elkaar gelegen? Nou nee, dat gaat allemaal met microgolven. Ja, ik heb een filmpje ervan gezien, het is al iets in het kleins, maar dat wordt gewoon door die microgolven, die geluiden die het produceert, omhoog getild of weer naar beneden. Ja, hoe dan? Zou je denken? Ja, ik heb het echt gezien hoor. Echt waar. Even zoeken. Ik zal het wel even opslaan ook, als ik het weer vind tenminste. Oh, jeetje, ik ga te ver omhoog. Even naar beneden. Ja, vanochtend al heel vroeg wakker en dan uit mijn bed vandaag, gewoon in mijn bedje, heb ik het allemaal geleerd. Ja. Zoek, zoek, zoek. Zoeken, zoeken, zoeken. Zoeken, zoeken, zoeken. En geheel zoeken. Kom maar wel. Al is het langzaam. Ja, ik heb hem al. Kom op. Even draaien. Zit geen, ja, er zit geloof ik wel geluid bij hoor. Denk je hoe dan? Bizar. Is die afgelopen?
Doen we hem nog een keer? Dat was het dus, ja. Is toch bizar dat het met geluiden kan? Jeetje, Mina, ik stond er gewoon versteld van te kijken. Ik denk, hoe dan? Onmogelijk, toch, denk je dan? Maar het, ja, als je verder na gaat kijken en na gaat denken, kan dat inderdaad. Ik vind het en blijf het bizar vinden. Maar ja, ze hebben het ook wel weer, want ja, de duinen hier, gaan we daar weer eens naartoe terug. Met de duinen, met die gaten. En de maanstand moet je in de gaten houden, de datums moet je in de gaten houden. Ja, de rillingen die vliegen over mij dan. Maar dan ben ik er dus niet lang meer, als het al uit mag komen wat de hoge pieven willen hebben, bereiken. Ja, als die dat bereiken, nou, dan zal ik niet lang meer hier op deze aardbol lopen. Want er komt er een overstroming. Ja, nou, dat zien we wel. Ik denk altijd eerst zien, dan geloven. En ik voel er niks bij. Ik voel ook niks bij oorlog. Ik voel ook niks bij overstromingen of wat dan ook. Ik voel er niks bij. Dus ja, we wachten het gewoon af. Ja. Hé, meisjes? Ja, we hebben elkaar nog. Hè? Ja, toch? Ja. Ja, en ook, schrok ik vannacht. Ik werd wakker. Vanochtend vroeg trouwens werd ik wakker. En moest ik naar de wc en ik kom weer terug op bed. En ik denk, nou, even op mijn telefoon kijken of er nog iemand is die mij een belangrijk appje heeft gestuurd. Jawel, mijn liefdallige dochter Karin. Als u dit leest, bel Roderick even. In hoofd geloof ik niet meer. En ze was al onderweg, want ze had weer vreselijke pijn in de buik. Dus, met andere woorden, naar het ziekenhuis. Nou ja, en inderdaad, ze heeft weer een prik gehad. Hoeveel weet ik niet. Misschien 1, misschien 2, misschien 3. Ik zou het niet weten. Nee, dat weet ik allemaal nog niet. Daar heeft ze het nog niet over geuit, maar ze verging van de pijn. Dus, maar oké, lieve vrienden, genoeg geklets. Wij gaan er even vandoor, want anders is het zo weer vele malen later. Dus we gaan er vandoor en ik zou zeggen gewoon tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer thuis. Ik heb dus de meisjes uitgelaten en boodschappen gedaan. Ja. En brood, goedkoop. Hoe goedkoop wil je? Hey, 6, 12 broodjes voor 99 cent. Wie doet je wat? Ja, hoezo duur? Hé? Dat zijn mijn handschoenen. Maar ja, oké, okay, daar heb ik ook weer nodig, want gisteren is het zo pleeg gegaan, dus we hebben een nieuw nodig. Ook heb ik weer eitjes meegenomen. Die waren ook een euro goedkoper dan ik gewend ben. Normaal zijn ze bijna 5 euro. Nu zijn ze bijna 4 euro. Dus het scheelt weer een euro. En dan 12 eitjes, hè? Ja, scharreleitjes. Ja, helemaal een toppie. Hoppata. Jij naar achteren en dan kan jij er even weer voor staan. Voilà. En ja, dan heb ik dus de brood, heb ik dus geen 1 zak, geen 2 zakken, nee 3 zakken. Nee, ik ook niet meenemen. Maar ik moet ook daar nog weer in kunnen, hè? Ja, ook dat nog. Hoppata. Kanonne. Het zak is toch allemaal in. Daar maar even neerleggen. Dan heb ik wat voor de meiden. Die koudsticks.
goed voor een gebit, zeggen ze. Daar ga ik eerst mee beginnen zometeen. Ik heb het bakje van Kandalf in de week staan, maar dat krijgt Kandalf dus. En dan heb ik 1 doos. En ik heb 2 dozen. En dat is het tweede. En dan heb ik nog 2 kaas. 2 gebraden gehakt. 2 boterhammenworst. 2 salami. 2 servelaadworst. En een Gelderse worst. En hoe heet die andere? Gekookte Gelderse. Dus dat gaan we allemaal opruimen, lieve vrienden. Ik heb ook al koffie. En dat allemaal voor 1 uur, hè, want het is nog knap op tijd. Het is 12:24. Wie doet je wat? Ik ben er weer blij mee. Ik heb het weer in huis. Dan hoef ik me daar niet meer druk over te maken. En ik had gisteren, tenminste vannacht dat ik naar bed ging, mijn armbandje met die groene steentjes, die zei van, doe het zelf maar. Ik val erbij neer. Dus dat heb ik allemaal nog op moeten rapen. Vannacht heb ik in een doosje gedaan, dat doosje ik nou mee naar beneden en ik heb een oud bandje omgedaan, wat niet mooi blijft, maar ik denk, ja, dat houdt toch weer dat andere tegen, want het staat allemaal iedere keer daar. En ik krijg zwarte armen ervan. En dat vind ik ook niet leuk, dus dat gaat alweer af. Kijk, dat ook nog weer schoonmaken. Hoppa! Nee, komt zo wel. Ik ga eerst de boodschap opruimen, dat heeft meer prioriteit dan mijn arm schoonmaken. Ja, die arm. Ik vind het wel vies, maar ja, niks aan het doen, kan er ook niks aan doen. Het is wel een leuk armbandje trouwens, met allemaal hartjes. Maar ja, de achterkant dat geeft af en dan krijg je een zwarte arm. Ja, dus ja, ik had er voor nood om. Ik wil even nog een ander halen, maar dat komt wel goed. Nou, lieve vrienden, ik ga het dus opruimen. Ik zou zeggen, tot later en geniet ze. Doei, doei. De meisjes die liggen er lekker te slapen. En ook is Willy er weer. Je weet het. Ja, echt wel. Die is er ook weer. Ja. Dat moet er boven. Die moet er wat? Ja, dat is vuile keukenwas. Oké. En dus, dag Willy. Ja. Hoe gaat ie, schat? Gaat goed? Ja hoor. Mooi. Dan leef je nog. Leef je nog? Ja. Daar ben ik heel blij mee. Alles mee gezegd. Is daar alles mee gezegd? Ja. Zo'n rolwendig dan? Nee hoor, gewoon allemaal. Ah. Dat is een theedoek. Hè? Ik zeg, dat is een theedoek. Ja. En die moet je mee. Ah. Die zo. Ja. Nou, die nog te dwel. Ja. Hoe laat leven we eigenlijk? Hoe laat we leven? 13:33 en ik moet 14:30 bij het politiebureau toch wezen? 14:30, oké. Ja, ik geloof erbij. Ik vergeet, ja, 14:30. Nou, dan moeten we nog schieten, hè? En morgen. Ja. Is weer een rotdag. Wat? Nou, dan had mijn lieftallige zoon. Ja. Nou, die is dan morgen jarig. Ja. Maar ja, die heeft denk ik lak aan mij. Want die zegt dus je, jij en jou tegen mij. En die wil me ook niet bij me, niet mama noemen of zo. Nee, gewoon bij mijn naam. Oh. Maar ik ben wel zijn moeder, denk ik, weet je. Ja, ik zag mijn moeder ook niet bij de naam, hoor. Nee. En, maar mijn schoonmoedertje had morgen ook jarig kunnen zijn. En die is er niet meer. Nee. Dus ja, is ook een rotdag. En 7 jaar geleden was mijn mannetje er nog. Ja. Ja, kunnen wij er aan veranderen? Nee. Kan je ook niet. Maar daarom had ik dus dat gebakje gehaald. Wat we al op hebben gegeten. Omdat mijn schoonmoedertje morgen jarig is. Ik dacht al zoiets. Ja. Dat was lekker. Dat weet ik. Monka is altijd lekker. Ik ken ik al die nootjes niet terugkrijgen. Die krijgen dan mijn diertjes. Ja. Maar ja. Nootjes zijn lekker. Ja.
Alleen nou, lekker als je kunstgebied hebt, dan zit alles eronder. Werk ze? Als ik wegga, dan doe ik de deur op slot. Ja. Moet de poort ook op slot? Als jij weggaat, ja. Oké. Nou, doen we dat. Ja, maar omdat jij bovenop het eerst begint. Ja. En beneden dan niemand is, dan doe ik de deur op slot. Ja, nee. Ja, de meiden zijn er wel, maar jij hoort die meiden niet. Jawel, wel blaf hoor. Ja? Oh. Ja. Oké. Okay. Het is hiernaast ook geloof ik weer stil. Het is hiernaast geloof ik ook weer stil. Oh, goed. Hij hoort mij natuurlijk. Dat denk ik. Nou, tot later. Hé? Ja nou. Mijn meisjes zijn zo lief, hè. Oei, 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 oei. Zo lief. Zo lief. Moet je knipoogjes doen. Hé? Oei, slaapt zo lekker met de oogjes open. Hè. Ja. Ja, lieve vrienden, dat. Ja, dan moet ik zometeen. Ja, zometeen pas hoor. Nou, nog niet. Nee. Nee, ik had even bij de boodschappen. Mokka-taartjes gaf, die kleine rondjes die ik altijd heb. Ja, lekker. Want mijn schoonmoedertje had morgen jarig kunnen zijn. En desnoods haal ik vanmiddag nog weer een keer. Ja hoor. Je moet toch een keer genieten van het leven, want het leven duurt maar even. En doe je het niet, ja, dan neem je het jezelf misschien later ooit kwalijk. En dat moet je ook weer niet doen. Nee, dus we gaan dat gewoon wel een klein beetje vieren dat ze morgen jarig had kunnen zijn. Dan kan ze het gewoon in de hemel vieren. Ja, gaat het gewoon in de hemel vieren samen met mijn mannetje en haar mannetje en... Weet ik veel met wie nog meer, met mijn pleegbroer, die is daar ook, mijn moeder is er, mijn vader is er, dus ja. Ik weet het allemaal niet meer, nee, een neef is er van me, die is daar ook, en een nicht van me, maar die is al jaren weg. Die is ook te jong heen gegaan, veel te jong. Maar in ieder geval, ja, alles eventjes normaliseren van, ja, wat gaan we doen? Nou ja, we gaan gewoon straks, ik doe nou even rustig aan. Mij daar even klaarmaken voor het politiebureau, want ik vind dat altijd maar niks. Ik vind dat gewoon, ja, ik vind maar niks. Maar ja, het moet toch gebeuren. Ja, toch? Ja. Nou ja, ik hou jullie gewoon op de hoogte. Natuurlijk neem ik jullie niet mee. Ja, ik heb mijn mobiel bij me, maar die ligt klaar. Wel het licht uit. Maar, hoe heet dat? Met een foto ervoor van de dader. Ja. Dus, komt allemaal goed. Mag ik hopen. En ik hou gewoon voor goede moed. Ja, toch? Ja. Ik zou zeggen, genieten en tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis en dat door de regen weer teruggekomen. Ja, niet leuk dus, nee. En ja, ik heb hem al bij me, de aangifte. Die heb ik al gekregen. Ja, nog heb ik er twee staan. Eentje van een paar jaar terug, gaat ook niet weg. Dat was toen tegen Hugo de Jongen en de rest. Maar nou, ja, heb ik er weer eentje, hè. Ja, ik heb er weer een. Vanwege mijn deurbel. Ja, ze moeten met hun tengels overal van afblijven wat niet van hun is. Want je vernielt wel iets wat van een ander is. Ja, en of het nou goedkoop is of duur is, maakt twee keer niks uit. Blijf er van af. Want je kunt het ook bij een minder gedeelde doen, weet je, die het niet zo breed hebt. Ik heb het ook niet zo breed, maar je doet het wel bij mij. Rotten en top, sloop de boel bij jezelf. Zo simpel. Ja, en niet bij mij. Zo, nou, en dat armbandje wat ik jullie ook al vertelde, hè, met die blauwe groene steentjes. Even kijken of ik erbij kan komen. Jij eruit. Jij er even uit. Ja. Dat is deze. Nou ja, die is ook een cadeau. Die viel vannacht dus van mijn arm af. Heel, heel jammer. Helaas pindakaas. Maar ik heb even
weer nieuwe gekocht, maar geen steentjes. Nee, nou ja, steentjes, ja, er zitten een heleboel steentjes in. Ja, en dat is een, ja, dat hoort bij elkaar. Dat zijn twee, wat tel ik er nou, vier armbandjes. Ja, met zwarte steentjes erin. Nou ja, ook weer eens wat anders. Ja, toch? Het was maar 2 euro. Nou ja, wie doet je wat? 2 euro? Lekker belangrijk dan. Ja, dat valt wel weer mee, 2 euro. Er valt overheen te komen. Wat is er, kind? Ben je lief? Oh ja, en er zat nog wat bij in die map. Dat was dit. Nou ja, dat wordt groot, 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 groot en groot. Ja, nou, wat ik daarmee moet, ik weet het niet, maar je kent de slachtofferhulp krijgen. Waarvoor? Voor die deurbel? Nou ja. Aan de ene kant kan je wel zeggen, het is maar een deurbel, maar aan de andere kant kost wel geld. Ja, en ik heb het niet zo breed. Dus ja, en ik doe wel van alles en al wat om het zoveel mogelijk gezellig te houden en leuk te houden en ja, moet allemaal kunnen. Maar in ieder geval, die heb ik erbij gekregen. Helemaal top. En nou heb ik lekker een bakje koffie en ik ga even warm worden en ik ga even wat voor mezelf doen. Even bijdenken, zeg maar, juist. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. En ja, we gaan van deze dag weer afscheid nemen, want we gaan een nieuwe dag tegemoet. Dat duurt op de vierde computer nog 5 minuten, geloof ik. 23:55. Ik ben zo rotje af, zo moe. Vreselijk moe dat ik, en ik heb het koud omdat ik moe ben, dus we gaan naar bedje toe. Ja, dat Elwing en Rijka die zijn al lekker met naar buiten geweest, ook dat hebben we al gedaan. En Rijka die is strandje lastig, ja. Ze wil maar naar buiten, ze wil de tuin maar in en iedere keer maar weer blaffen, 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 blaffen. En dat op de gekste tijden, dat kan niet. Nee. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Ze moet het gewoon afleren.nl. Houd je wel vandaar. Maar in ieder geval, ik ga lekker slapen. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!